De gemeente Uden gaat ruim 4 miljoen euro investeren in onderwijshuisvesting. Een flink bedrag, namelijk 270.000 euro, is bestemd voor basisschool De Leeuwerik, die een grondige renovatie krijgt. Ook basisschool De Vlieger in Volkel kan rekenen op een geldbedrag. Zij hebben het geld nodig voor reparatie van het lekkende dak. Veel andere investeringen liggen in de lijn met de ontwikkelingen omtrent ontmoetingsplek Plan Bitswijk. In dat multifunctionele gebouw nemen in de toekomst verschillende onderwijsinstellingen hun intrek. De eerste fase van het gebouw moet eind 2013 afgerond zijn. De tweede fase ligt gepland op midden 2015.